iets zeggen? Ja. Uiteraard. Dankjewel. Dankjewel Marleen, dankjewel aan alle bestuursleden van Skip om ons deze eer te laten te beurt vallen. Ik moet zeggen, voor eerst, ik vind het fantastisch om dat hier te krijgen. Zoals ik net zei, dit is echt wel decennia geleden dat ik hier nog gezeten heb. Dit was het begin van mijn internistische carrière, zoals van wel meer internisten. En ik herinner, ik zat daar juist te denken, wat heb ik hier allemaal gepresenteerd? En ik herinner me minstens toch één casus van een vrouw met gangreen aan haar been en dan een reeks van patiënten met fungemie, wat mij nog tijdelijk de naam van dokter Schimmel heeft opgeleverd. Dat was een tijdelijke titel, omdat ik een retrospectieve reeks maakte over patiënten met candidemie. Maar zwart, ik heb hier bijzonder graag gewerkt en de smaak van de infectiologie uiteraard te pakken gekregen. Maar dan heeft het leven mij op andere plaatsen gebracht. En kijk, ja, de cirkel raakt dan toch op een of andere manier rond. Maar goed, dus terug naar de zesde vijf. Dank u wel om die aan ons te geven. Ja, natuurlijk, als je zegt aan je vrienden, wij hebben de zesde vijf gewonnen. Dat klinkt bijzonder grappig, dat is ook zo. Maar eigenlijk is het ook wel echt een ernstige prijs in deze tijden. Hè? En ik weet ook wel dat wij dat jullie website er ook best wel grappig, maar tegelijkertijd ook diep ernstig uitziet. En dat is het hem juist. Hè. We hebben allemaal, alle GEMS-leden en ook veel van onze collega's en vrienden daarbuiten, eigenlijk aan de lijve ondervonden dat het geen grappige zaak is om de wetenschap te moeten verdedigen. Ik moet zeggen, als ik hier mijn eerste casussen presenteerde, had ik nooit gedacht dat wij dat zo zouden moeten doen op die manier. Dat daar tijden zouden komen waarin wij bij wijze van spreken echt met de dood bedreigd werden, omdat wij probeerden elke dag opnieuw de data die we hadden en het begrip dat we hadden voor te leggen aan de gemeenschap. Dus ja, verdedigen van de wetenschap is een minder frivole activiteit dan het misschien soms lijkt. Het is echt wel hart tegen hart gegaan. Nu, denk ik, dat zijn we ook aan onszelf verplicht om daar wel goed over na te denken. Ik denk, het is ook een moment waar we even een adempauze, we weten niet hoe lang. Maar een kleine adempauze moet ons toch ook wel een beetje reflectie doen maken van wat is daar nu gebeurd die laatste 2 jaar. En wat hebben we gedaan? En ik denk dat we ook niet per se in zelfgenoegzaamheid ons op de borst moeten slaan en zeggen, fantastisch gedaan. Ik denk dat we ook daar moeten over reflecteren en over nadenken van hoe hebben we dat nu gedaan en waarom zijn de dingen gelopen zoals ze gelopen zijn. Hè? Een van de grote problemen en moeilijkheden is natuurlijk dat we eigenlijk de afgelopen 2 jaar met bijzonder veel onzekerheid hebben zitten werken en eigenlijk tot op de dag van vandaag. Hè? Aanvankelijk, in het begin was er niets, in het begin waren er geen data. Het heeft enige tijd geduurd tot er wel data waren, een handvol data van hospitalisatiepatiënten, daar stopten we, hadden we wat meer data. En naarmate dat er meer data kwamen, dachten we dat we de dingen beter gingen begrijpen. Maar ja, dat duurt een tijd eer dat je kan beginnen zaken begrijpen. Gelukkig hadden we op dat moment ook terug, kregen we leden bij in de community en kregen we Geert bij die de data kon lezen en zien op een manier waarop wij ze niet altijd konden zien. En krijgen we ook andere disciplines bij, zoals onder andere Matthias, maar ook vele anderen, om ons heel veel maatschappelijke data en aspecten en feiten te laten zien. Maar toch bleef het moeilijke probleem, hoe moeten wij dit interpreteren? En dat is, denk ik, ja, wat wij altijd doen als wetenschappers. Van, ja, het is niet zo spannend op het moment dat je je data terugkrijgt, als je onderzoek doet, en dan, ja, wat doen we daar nu van? Hoe moeten we dat nu begrijpen? Dus dat blijft moeilijk. Blijft moeilijk tot op de dag van vandaag. We weten niet of dat er na de zesde vijf ook de zevende golf gaat beginnen. We weten dat niet. Ik krijg daar straks, het is weer, voelt wel weer dat er epidemiologisch iets begint als de journalisten nu beginnen te bellen. Hè. We kunnen allemaal wel al wat telefoontjes gekregen. Hè. Mevrouw Vliegen komt er, of meneer Molenberg, komt er een zomergolf aan? Ja, what's in the name? Dat zal wel zeker, hè. Maar is het een klein golfje of,
of een serieuze golfslag. Niemand van ons die dat goed kan inschatten. Natuurlijk, we hebben ondertussen al wel een beetje het, kennen al wel een beetje het klappen van de zweep. We weten al wel ongeveer bij welke parameters we moeten rekening houden. Maar toch, niemand van ons die daar eigenlijk helemaal zijn nek gaat over kunnen uitsteken. Dat is ook een beetje wat, denk ik, ons, de rode draad doorheen ons werk is. En wat wij blijvend moeten proberen te doen is als je wetenschappelijk advies geeft in zo'n crisis, dan moet je eigenlijk data verzamelen, je moet die compileren, je moet die dan proberen te interpreteren. Dat is niet altijd evident, want soms spreken die zichzelf tegen of zitten daar zaken in waar we eigenlijk vastzitten of waar we niet goed mee weten. Dan moet je toch ergens ook tot een consensus komen en tot een advies, waarbij het niet altijd duidelijk is wat het soortelijk gewicht moet zijn in de afweging. Hoe weet je, om het bot te zeggen, hoe weet je de bezetting van de ICU-bedden af tegen de mentale gezondheid? Hoe weet je de leerachterstand af tegen het onwelzijn van onze jeugd? Hoe ga je om met voortschrijdend inzicht of met inzicht dat er gewoon nog niet is, terwijl dat de minister in kwestie de volgende dag toch wel gewoon een concrete advieslijn verwacht? En denk, we kunnen nu reflecties maken over de afgelopen 2 jaar, maar we moeten ons daar goed van bewust zijn. We hebben heel veel geleerd die afgelopen 2 jaar. Misschien vooral ook in methode en in stukken kennis die we hebben. Maar eigenlijk zijn er nog altijd ontzettend veel dingen die in wat voor ons ligt en we nog altijd niet weten. We hebben morgen een symposium op de faculteit, ASCIT symposium. Ik ben al een hele tijd aan het nadenken, enfin, niet aan het nadenken, aan het lezen en aan het compileren, wij allemaal, denk ik. En dat is ook goed, want dat is een moment om eens na 2 jaar een stand van zaken te maken. En ik moet vaststellen dat mijn perimeter is het klinische en de aanpak van de patiënten die we alsnog zien, eigenlijk nog altijd superveel dingen niet weten. Ik zal iets meer vertellen morgen dan dat we niet weten, maar fijn toch. Hè, ik denk dat blijft. En dat is natuurlijk, en ik denk, we kunnen niet anders. We moeten in alle eerlijkheid zeggen, dat en dat weten we nog niet. Dat en dat en dat weten we eigenlijk wel. Of daar hebben we goede redenen voor. En dan geef je advies gebaseerd op stukken en brokken van evidentie. En dan is natuurlijk de vraag, ja, mag er dan geen kritiek komen? Mag er dan geen, ik durf het woord bijna niet uitspreken, tegenwind komen? Maar ik zeg het toch maar, moeten de woorden ook terugnemen in hun oorspronkelijke versie. Want als wetenschapper moeten wij dat toch kunnen doen? Moeten wij toch in discussie kunnen gaan met onze collega's wetenschappers? Ik heb daar echt heel vaak al mee gestruikeld en over zitten nadenken. Eigenlijk, je moet toch ook kunnen conflicterende meningen en opinies en interpretaties kunnen aangaan. En ja, ik denk dat we binnen de GEMS dat uitgebreid doen, maar altijd eigenlijk op heel gelijkwaardige en met dezelfde strijden, met dezelfde wapens, we strijden met dezelfde methodologie en we komen altijd ergens tot een consensus. Maar de moeilijkheid is natuurlijk als het niet meer gaat over het interpreteren van gegevens, maar als het gaat over gekrenkte ego's, over lobbygroepen die hun eigen twist aan de interpretatie geven. En dat is vooral een groot risico, denk ik. Overinterpretatie van gegevens die maar zijn wat ze zijn. Mensen die, zoals wij wel eens plegen te zeggen, hoe zekerder mensen zich voordoen, hoe minder dat we ze geloven. Hoe straffer de statements zijn, dit zal zeker zo zijn, hè, of iedereen weet dat, dan weet je dat er vaak iets komt wat. En hoe onzekerder iemand is, hoe meer dat je eigenlijk moet luisteren, omdat je denkt, dat is eigenlijk iemand die er al heel hard over nagedacht heeft. En een heel moeilijk bijkomend punt is, maar dat is dan heel specifiek binnen de geneeskunde. Wij doen binnen de geneeskunde, zijn wij ook wel altijd gewend om te werken op het kruispunt tussen evidence en consensus, convenience. En wij doen een heleboel dingen die niet altijd even evidence-based. Dat kan niet anders. Omdat we niet over alles evidence hebben. En dat maakt dat artsen misschien ook wel, en dat is een beetje lastig, maar veel gevoeliger zijn voor
bochten in het parcours, dan naar de cijfermatige wetenschappers die niet anders doen dan in dag uit dan alleen maar met de naakte cijfers bezig zijn. En dat maakt denk ik ook de geneeskunde daarin kwetsbaar en het is ook niet makkelijk om daarin altijd te proberen uit te doen. Ik heb dat gemerkt bij een aantal van mijn naaste collega's, waarbij mensen ook soms ineens beginnen te twijfelen aan een aantal stellingen die we voorop stellen of die met grote stelligheid het Zweedse model verdedigen of andere zaken waarvan we denken, hier hebben we nu toch al wel voldoende argumenten voor om dit niet meer te doen. Dus ja, het is toch wel een kuil vol met slangen ook natuurlijk, maar ook met wolfsijzers en klemmen. En ik denk, het blijft een oefening elke dag, elke week, elke maand om kritisch te blijven en om niet zelf in de val te trappen van te snel te zeggen, we weten nu dat en dat en dat. Ik denk dat we onszelf altijd kritisch moeten blijven bevragen en bij elkaar te raden gaan. En niet alleen bij elkaar te raden gaan, ook, en daar zijn we echt aan onszelf verplicht, op gezette tijden een stap achteruit te zetten en de nodige kritische reflecties te maken. Van waar zijn we mee bezig? Wat hebben we gedaan? Wat zijn onze redeneringen geweest? Was dat juist? Was dat niet juist? Waarom was dat niet juist en waarom was dat wel juist? Ik denk dat is de oefening die voor ons ligt, die we moeten doen. Dus om af te sluiten, dank u wel om ons werk te appreciëren. Dat is, dat doet bijzonder veel plezier, want we hebben daar, hoe zal ik het zeggen, het heeft ons bij momenten toch bloed, zweet en tranen gekost. Er zijn toch veel momenten geweest waarop we allemaal even geweldig beu waren. Het heeft ons toch wel, denk ik, de helft van de gemsleden heeft misschien ondertussen toch ook hypertensie ontwikkeld. Maar ik denk, we hebben ook wel heel veel van elkaar geleerd. En we hebben ook de indruk, enfin, niet alleen de indruk, er zijn ook cijfers van dat er heel veel mensen ons gecontacteerd hebben, omdat ze ontzettend veel geleerd hebben van de inzichten die we hebben proberen te verspreiden. Dus ik denk, laat ons proberen op dat tentatieve elo verder te gaan. Zelf niet in de val van de ijdelheid te trappen, maar gewoon op de zoektocht verder gaan. En dank u wel voor de appreciatie die jullie daarvoor geven. Dat appreciëren wij zeer.